Welkom in deze tutorial. Ik ben Filip en hier laat ik u zien hoe je zwembad manueel stofzuigt. Zet alle kranen dicht en de stofzuigerkraan open. Vervolgens start je de filterpomp. We connecteren de stofzuigerslang op de stofzuigerkop en we gooien alles in het water. Trek je de telescopische steel zo lang mogelijk. Halve toer vast. En we leggen hem mooi in de hoek. Zo zal hij zakken en loopt hij niet door. Ziezo, we kunnen nu de darm ontluchten. Hoe doen we dat? We hebben een darm vol met lucht en we duwen die gewoon recht naar beneden. Volledig ontluchten door onder te dompelen. En we sluiten hem aan. Ziezo. Op die manier trekken we hele rustige baantjes naast elkaar, heen en terug. Niet te snel, want op het moment dat je te snel gaat, dan dwarrelt het vuil. En als het zwembad heel vuil is, zeker, ga je eigenlijk het vuil naar omhoog duwen. En dat is niet de bedoeling. Dus geef de stofzuiger de kans om het netjes mooi op te zuigen, door het heel rustig te doen. Het kan ook soms heel ontspannend zijn. Kijk naar mij. Voilà, het zwembad is mooi netjes. We leggen de stofzuiger terug met zijn steel in de hoek en we koppelen hem af. Vergeet niet de kranen in de juiste stand te zetten. Bedankt om te kijken. Heb je nog vragen? Contacteer ons gerust en tot de volgende.